superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Het Interieur Van. En vandaag heb ik hier Lynn. Waar kunnen we je van kennen? Nou, ik denk voornamelijk van mijn Instagram-account, waar ik wel vrij veel van mijn interieur deel. Ja, ik volg je al een tijdje en ik dacht het leek me leuk om gewoon een kijkje in jouw interieur te nemen. Ja. Want op Instagram deel je ook al wat kiekjes en nu zie ik het in het echt. Ik vind het heel erg leuk. Dankjewel. Ja, ik ga je eerst wat vragen stellen over het interieur. En daarna gaan we een kijkje nemen echt in jouw kamertje. Ja, okay. Leuk. Hoe zou je je interieurstijl omschrijven? Ik denk wel redelijk boho. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk zeggen van iets meer Scandinavisch, maar daar is het eigenlijk helemaal niet. Ik heb dus wel redelijk veel items uit de kringloopwinkel hier staan. Dat is misschien een beetje, voor zover dat een stijl is, ik denk een beetje vintage meets boho. Oké. Okay. Ik denk dat je dat misschien zo kunt omschrijven. Ja, want zoals je dus hier ziet, we lopen daar natuurlijk even een rondje, maar er staat redelijk veel van de kringloop eigenlijk in mijn kamer. En dat heb ik dan zelf nog een beetje getuned naar iets hippere look gegeven. Ja, en wat is de reden waarom je eigenlijk heel veel items van de kringloop hebt? Omdat je daar hele erg leuke dingen hebt. Oh. ik vind gewoon vaak, zeg maar, meubels van een interieurzaak best wel overpriced. Nee eens. En toen ik hier kwam, toen had ik ook niet per se heel veel zin om duizenden euro's uit te geven aan een heel nieuw bed, een nieuwe kast, een nachtkastje en you name it. Want dat is gewoon wat er snel gebeurt als je gaat shoppen bij leuke interieurzaken. Dan ben je echt zo 1000 euro lichter. En ik heb een moeder die oog heeft voor vintage treasures. Ah. Om het zo te noemen. Dus ik heb eigenlijk bijna alles wat hier staat heb ik samen met haar uitgezocht. Of kwam zij zelf mee. En dan is het gewoon een beetje de kunst om hacks te gaan zoeken op Pinterest of überhaupt op internet. Mm-hmm. Waarbij je dan dus geïnspireerd wordt om een saai kastje een marble look te geven. Zoals die daar. En gewoon andere greepjes op te zetten. En dan wordt zo'n kringloopkastje van 15 euro in één keer best wel een eyecatcher in je kamer. Je maakt er toch wel iets unieks van, one of a kind. Om een beetje een sfeer te creëren denk ik dat wel heel erg bijdraagt. Oh, dat is al gewoon like, een goede tip. Weet je? Ja. Want heel veel mensen zijn geneigd om gelijk nieuwe dingen te kopen. En dan laten ze erbij. Dan hebben ze gewoon een IKEA-catalogue nagemaakt. Soms doe ik dat ook. Maar inderdaad, zo een beetje met marmer maken, stickers gebruiken. Ja, ik ben nu een beetje op de tour dat ik ga zoeken naar dingen die ik heel erg mooi vind. En om het dan gewoon op een goedkope manier gewoon zelf te maken. Goeie. Maar dat, als je dat een beetje, als je daar veel aandacht aan besteedt, dan lukt dat wel gewoon prima. Nou, goed om te weten. Ja. Laten we beginnen met deze kast. Deze kast die heb ik onlangs zelf een beetje opgepimpt. En dat was gewoon eigenlijk zo'n gebleekte, best wel saaie, lelijke opbergkast. Maar door een tip van een van mijn volgers heb ik dus een soort van een IKEA hack uitgevoerd. En heb ik de kast zelf met bijts geverfd en andere greepjes opgezet. En daardoor zou ik in eerste instantie nu niet zeggen dat hij van IKEA komt. En is hij dus vet chill. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn sieraden in liggen, mijn scrunchies, zonnebrillen, sportkleren, bikinis. Nou ja, in ieder geval, het past heel erg veel in. En hij staat leuk in de kamer. Verder zie je hier die rotan spiegels. Ik vind het dus heel erg leuk om met verschillende soorten materialen te spelen. Dus je hebt hier dan hout. Hier heb je een beetje een gouden staal look. Bloemetjes doen het altijd goed, vind ik. Verschillende vormen. Bijvoorbeeld ook die bamboe spiegel. Een gouden spiegel. En ook bijvoorbeeld de materialen die je hier ziet. Dit is weer een bepaald papiertje met een veertje. Een gedroogd plantje. En ik denk dat je op die manier best wel een warme look kunt creëren en een sfeervolle omgeving kunt maken. Oké, dus ik vind het altijd leuk om items van woonwinkels, zeg maar om het zo te noemen, te combineren met vintage stuff en persoonlijke dingetjes. Zoals deze spiegel, die is dan van Yoshiko Home, dat is dan gewoon een woonwinkel. En dit is bijvoorbeeld een vaas die ik van mijn oma heb gekregen, gecombineerd met spulletjes van de kringloop. En dit is bijvoorbeeld
een kurk van een fles wijn met best wel een bijzonder verhaal erachter. En ik moet zeggen, ik vind plantjes ook altijd wel de boel een beetje opvleuren en opleuken. En dit is bijvoorbeeld een trouwfoto van mijn ouders. Die vind ik dan ook altijd wel leuk om dat er dan bij te zetten. En dit is ook een foto van de oma. En ik denk dat je op die manier best wel een persoonlijk interieur krijgt. Waar nieuwe en oude elementen heel goed in kunnen blenden. Ik denk dat dat altijd wel werkt, die formule. En zoals je ziet, komen de kleuren van mijn kussens komen terug in de muur. En het is een beetje okergeel, een beetje dat licht roze. Heel licht oranje zie je er ook wel in. En verschillende materialen. Dus er staan velvet, touw, kraaltjes. Dus verschillende materialen en verschillende kleuren. Maar als je die kleuren dan wel een beetje in dezelfde toon probeert te houden, dan wordt het best wel één geheel. En ik vind het ook wel matchen met natuurlijk de kleur van mijn muur. Dit is het kastje waar ik het net ook al kort over had. Dit is het kastje van de kringloop. En dit blad was best wel grauw geworden. Dus dat hebben we met zo'n marmer plakstift opnieuw beplakt. En daarnaast heb ik dus ook greepjes. Deze zijn van Bijkoff en Sissy Boy, als ik me niet vergis. Die hebben we erop gezet. En ja, ik vind persoonlijk dit echt een heel cute make-up kastje geworden zo. Dit, hier krijg ik ook altijd veel vragen over. Over dit kleine oorbellen vitrine kastje wat ik ervan gemaakt heb. Dat is ook wel van de kringloop. Dat heb ik voor €3,50 gescoord. Ja, dan heb je dus hier die personal touch ook met die gitaar van mijn vader erbij. En een decennio poster die niet al te standaard is. De meest gestelde vraag die ik ongeveer zo binnenkrijg is: welke kleur muur heb je? Nou, dit is Old Wine van Pure & Original. Die ik gecombineerd heb met Skin Powder, ook van Pure & Original. En ik denk dat het kiezen voor best wel een uitgesproken, maar hele sfeervolle kleurmuur de beste keuze was die ik heb gemaakt bij het pimpen van deze kamer. Oké, dit is ook een hoekje wat ik toevallig gisteren nog een restyle beurt heb gegeven. Waar ik ook al heel erg blij mee ben. Als ik thuis werk, dan zit ik hier aan. Ik werk 3 dagen per week op een flexplek in Amsterdam. Maar er zijn ook genoeg dagen dat ik even hier mijn mailtjes of zo aan het wegwerken ben. En ja, dit is eigenlijk weer een beetje een combinatie van persoonlijke dingetjes. Deze bol, daar kreeg ik al meteen veel vragen over. Die is van TK Maxx. Dat is ook zo'n winkel waar je trouwens echt een beetje zo die find your treasure vibe hebt. Want je hebt van alles maar één, geloof ik. Dus nou, die heb ik daar in ieder geval vandaan. Dit is dan weer iets van de kringloop. Deze is ook wel heel erg leuk. Dit is dan weer zo'n persoonlijke touch. Deze komt uit Australië. Ik heb daar 8 maanden gereisd. Waarvan 4 maanden bij een au pair gezin gewerkt. En dit kreeg ik van de oma van het gezin. Dus dat vond ik wel een hele cutie mok om hier zo bij te zetten. Nou, misschien herken je hem wel. Dit is dus de spiegel die je altijd ziet als ik outfitfotootjes maak. Maar hier heb je best wel slecht licht. Dus ik ben die spiegel ongeveer 5 keer per week aan het verplaatsen. En dan zet ik hem altijd hier neer. Dan heb ik altijd mijn... Oh, daar komt het hoor. Mijn props. Dus dan zet ik hem eigenlijk zo altijd tegen deze wand aan. Kan het nu ook al even. Dat is zo leuk. Behind the scenes. Oh. Dit is echt een behind the scenes, ja. Zet ik hem altijd zo neer. Dan sta ik hier dus met... En dan meestal is die hoek bezaaid met allemaal verschillende outfits. En dan maak ik hier de foto's. Dat is eigenlijk... behind the scenes. Het staat gewoon op een koffertje. Deze spiegel. Nice. En hier zien we dan altijd outfits knippen. Marleen, waar is jouw kledingkast? Ja, die staat hier gelukkig niet. Want dat is een kledingkamer. En daarvoor moeten we even de trap op. Dit is dus waar ik al mijn kleding bewaar. Gelukkig hoef ik dat niet in mijn slaapkamer te doen. Maar hebben we daar een klein plekje voor in het huis gevonden. Dus ik heb 3 kledingrekken en een kast. En hier sta ik dan iedere ochtend van outfit te wisselen. Heb jij een favoriete item die in je kamer staat? Of een meubilair? Of een decoratie item? Die gitaar. Ja? Ja. Speel je zelf ook gitaar? Nee. Maar het is gewoon een mooi accessoire stuk. Het is een gitaar van mijn vader. Die speelt wel en ook heel veel en ook heel goed. En los van dat ik het echt zo mooi vind afsteken bij die rode muur. Ja, die rode muur is echt zo wauw. Wauw, ja. Vind ik het dus ook
zit er voor mij zeg maar, een soort van persoonlijk verhaal achter. En vind ik het wel relaxed dat mijn vader die... Bijvoorbeeld als we vroeger in bad zaten of zo, dan zat hij op de rand van het bad te pingelen met die gitaar. Leuk! En dat is zeg maar een beetje... Ja, daar zit een verhaal achter. En ik hou natuurlijk heel veel van mijn vader, dus ik vind het wel gezellig om iets van hem in mijn kamertje te hebben. Als je voor jezelf een beetje bepaalt van een kleurenpaletje... En daarbinnen kun je heel veel spelen natuurlijk, maar zo kan je een mooi overzicht creëren. Dat is eigenlijk ook wat je waarschijnlijk doet als je een mooie feed wil maken. Precies. Je kijkt gewoon heel goed van terugkomende elementen. Welke kleuren staan mooi bij elkaar. En dat betekent niet dat alles roze hoeft te zijn. Maar je kunt wel zeggen van oké, ik ga voor de nieuwe tinten of ik ga voor de pasteltinten of voor acetonen. En zo bouw je dan. Jij geeft al gelijk goed advies. Heel fijn. Mocht je meer van Lynn willen zien, dan zal ik haar Instagram hieronder in de beschrijving zetten. En het lijkt me ook wel leuk om te weten of je Lynn al voor deze video kende. Of die haar al volgde. Ja, daar ben ik ook al nieuwsgierig naar. Ja. Dus laat dat vooral hieronder in de reacties achter. En dan wil ik jou bedanken dat je mee wilde doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!